In dit filmpje gaan we een aantal social media rond muziek bekijken. Of apps, het zijn niet alleen social media. Een ervan is Last.fm. Last.fm is het best te vergelijken met Libretting en Goodreads. Wat dat is voor boeken, is Last.fm een beetje voor muziek. Je kan heel veel informatie terugvinden. En je krijgt verwijzingen naar andere artiesten. Stel dat ik meer informatie heb. Duister is er mee opgehouden dit jaar. Voor veel mensen was dat een lichtbaken in de muziek. Dus Duister bracht heel veel informatie over groepen die we amper kenden. Dus via Last.fm kan je informatie zoeken en krijg je opnieuw verwijzingen naar similar artists. Dus stel dat je bepaalde dingen wil leren kennen, dan kan je eigenlijk via Duister op Last.fm of via Last.fm gewoon op zoek gaan. Stel, ik ga gaan zoeken naar informatie over Toman, Belgische band. Dan kan ik informatie, ik kan ook muziek beluisteren, soms volledige songs, soms stukken van songs. En zo op verkenning gaan. Een tweede app die ik wil tonen is Shazam. Shazam is vooral gekend omdat je kent het fenomeen, je bent aan het luisteren, je hoort een liedje en je hoort het graag, of je kent het, maar je weet niet van wie het is. Wel, dan kan Shazam je helpen. En dan moet je het liedje laten afspelen. En dan gaat Shazam u hoogstwaarschijnlijk vertellen wie de artiest is en welk liedje het is. Dus het is een database die eigenlijk naar songherkenning gaat doen. Een aantal andere websites zijn eerder plekken waar je naar muziek kan luisteren. De eerste is Deezer. Ik heb hier bijvoorbeeld Duister bekeken. Zijn hele lijsten. En dan kan je eigenlijk naar de artiesten gaan en opnieuw krijg je suggesties naar soortgelijke artiesten. En dus via die websites kan je eigenlijk via associaties op zoek gaan naar gelijkaardige muziek en muziek leren kennen. Nog zo'n website is SoundCloud, opnieuw een plek waar je vooral naar muziek kan luisteren, maar waar je weer kan associaties gaan leggen. Ga zoeken en dan krijg ik weer related tracks. Dus je kan en naar muziek luisteren en je kan associaties leggen. De bekendste is misschien wel Spotify, ook weer een plek waar je naar muziek kunt luisteren. En krijg je afspeellijsten van fans en dergelijke meer. En zo kan je opnieuw zowel de muziek beluisteren als naar associaties gaan. Maar er is dus meer dan Spotify alleen. Je hebt ook Deezer, je hebt ook Last.fm, Shazam en dergelijke meer.